De Centrale Bank van Suriname heeft gisteren de Global Money Week gelanceerd. Het thema dit jaar is Take Care of Yourself and Take Care of Your Money. Ook dit jaar is de Centrale Bank de coördinator voor het uitvoeren van financiële, educatieve activiteiten voor kinderen en jongeren. Vanwege de COVID-19-pandemie zullen de activiteiten op een aangepaste wijze plaatsvinden. Andere commerciële banken en financiële instellingen leveren ook een bijdrage aan de Global Money Week. Lindsay McDonald, marketingmanager van de FINA Bank, zegt dat de FINA Bank de nadruk legt op het sparen bij de jongeren. FINA Bank doet inderdaad mee aan de Global Money Week. Wij hebben een animatievideo gemaakt waarbij we dus ingaan op sparen, wat is sparen, hoe kun je sparen, waarvoor kun je sparen. En die animatiefilm die gaat vandaag in première tijdens het jeugdjournaal op STVS en op ABC. Verder hebben we elke dag op onze social media pagina een activiteit, een spelletje, waarbij je dus spaarvaardigheid kunt winnen om kinderen te stimuleren om te sparen. De Global Money Week is gericht op de jongeren van leeftijd 6 tot en met 18. En wij hebben er dus voor gekozen om meteen die doelgroep dus te pakken en te vertellen waarom sparen zo belangrijk is. De FINA Bank vindt de Global Money Week een heel mooi initiatief. McDonald zegt dat veel jongeren niet bewust zijn van sparen. Vandaar dat de bank op haar manier een bijdrage levert aan die bewustwording. Onze inspiratie is inderdaad zo vroeg als mogelijk beginnen met kinderen vertellen over waarom sparen, waarom het belangrijk is om geld aan de kant te zetten. En wij hebben gekozen voor sparen, zoals ik al zei. Het is belangrijk omdat zij dan op een gegeven moment, wanneer ze dus op groter zijn en grotere uitgaven willen doen, dat ze ook beseffen hoe dat gedaan kan worden. En met deze vaardigheden en deze kennis kunnen ze in de toekomst hopelijk goede financiële beslissingen. Maar bij ons kan je eigenlijk vanaf de geboorte van een kind kun je rekening openen. Hebben we daar dus babyrekeningen voor, pre-junior, junior rekeningen. Dat zijn dus giro spaarrekeningen. Voor kinderen vanaf 16 jaar hebben inderdaad de studentenrekening. Dat is vaak nog een spaarrekening. Maar daar kun je ervoor kiezen om bijvoorbeeld een pinpas aan te koppelen. Zodat het kind zelf het geld kan beheren en dat leert beheren. En op een gegeven moment als het kind ouder is, meestal is dat 18 jaar, dan kan het worden omgezet naar een giro-rekening. Maar er zijn wel opties voor, eigenlijk vanaf baby hebben we opties. Dat was Lindsay McDonald, marketingmanager van de FINA Bank. Behalve de Centrale Bank participeren 5 financiële instellingen in dit online programma. Namelijk de Surinaamse Bank, de Godo Coöperatieve Bank, de Hakering Bank, Spaar- en Kredietcoöperatie De Schakel en Self-Reliance Verzekeringen. De Global Money Week duurt tot en met 26 maart.